Daily Minutes nummer 1565 met een uitzending van vandaag 4 maart 2019. Dit is het van maandag. Vandaag is het data met 4 SSTV-beelden, net als gisteren. Ik begin daarnaast simultaan de data. Net als gisteren zijn er dus twee. Dus er is SSTV en er is data tegelijkertijd. Ik begin echter met de data met twee alternatieve modus. Als het goed is, schakelen die automatisch. De derde modus is weer net als gisteren MFSK64. Mocht het na een halve minuut niet werken, schakel dan handmatig naar MFSK64. Alle drie de modus die zitten op 512 hertz. Ja, ik heb vandaag eigenlijk niet zoveel materiaal, dus ik vrees dat het niet zo'n lange uitzending wordt. Gisteravond laat maakte ik nogal een blunder door een aanstaande wijziging van de richtlijn voor radioapparatuur voor een mogelijke hoax aan te zien. Ja, ik zie er zoveel van die hoaxes, dat in het vele zien daarvan mogelijk de oorzaak ligt van het hiervoor aanzien. Het leek er ook echt wel op. Ik kon heel weinig vinden over de materie. En in ieder geval, het lijkt er een heel klein beetje op dat er uit strenge regels om radioapparatuur buiten hun beoogde frequentiebereik te laten werken, dat die ook consequenties voor de amateurs hebben. In tweede instantie bleek echter wel dat in het artikel of in het voorstel uitgebreid rekening is gehouden met met de apparatuur van zendamateurs. Ja, dit staat niet op schrift, dus dat is wat lastiger om te verwoorden. In elk geval leek het dus mee te vallen, hoewel ik er niet helemaal gerust op ben. Op de site zendamateur.com is er een discussie over de materie. Daar kun je het nodig hierover lezen. Je hoeft daar geen login-account aan te maken. Je kunt het zo lezen. Ik vergeet het steeds te melden, maar rechts op de site pnlete.nl kun je sinds een paar weken de headlines zien van een aantal websites op amateurgebied. Bijvoorbeeld van southgatearc.org, van de ERRL, de DARC, de Veron, de VZA, Hamnieuws en PI4RAZ. Je ziet daar onder elkaar verschillende sites en hun headlines en je kunt dus op die headlines klikken om het betreffende artikel te lezen. Southgate ARC heeft het bijvoorbeeld over de verwachte grote consequenties van het overdragen van grote hoeveelheden energie via microgolven, zoals bijvoorbeeld om voertuigen op te laden. De gevolgen voor zendamateurs zullen volgens het artikel groot zijn. In Chelmsford is morgen een lezing over zeezenders. Waarschijnlijk is het voor de meeste Nederlanders te ver, maar misschien zijn er luisteraars in het Verenigd Koninkrijk die er graag naartoe willen. Het gaat niet alleen over Radio Caroline, zo staat er met een uitroepteken bij. Ja, er is nog meer zeezendernieuws. 5 jaar na hun succes met Mi Amigo 40 in Oostende, hijst het Mi Amigo team hun zeilen voor de mooie Belgische badplaats Blankenbergen om een week van uitzendingen te organiseren live vanaf het schip De Castor. Nou, ik ben me wel aan het verspreken vandaag. Dit gebeurt van tussen donderdag 30 mei tot met zondag 2 juni tijdens de Blankenberg havenfeesten Mi Amigo 45. Het Mi Amigo 40 schip dat in 2019 wordt gebruikt, dat is de Castor, een identiek zusterschip van de Ross Revenge Tender van Radio Caroline Bellatrix en ook van het Greenpeace schip Sirius. De site pi4raz.nl schrijft verder dat we de afgelopen maand niet één zonnevlek gehad hebben. Nu we in maart zitten kunnen we terugkijken op een volledige kalendermaand waarin geen enkele zonnevlek te zien was, zo schrijft pi4raz.nl. De laatste keer dat dat gebeurde was in augustus 2008. De zon zat toen in een dieptepunt zoals een hele eeuw nog niet was voorgekomen. De huidige zonnevlekkenperiode toont aan dat het zonnevlekkenminimum nog in volle gang is en wel eens net zo diep zou kunnen zijn als de vorige. Wat dat weer niet wil zeggen dat er geen openingen zullen zijn, ze komen alleen niet zo vaak voor. Maar zelfs op 10 meter zijn er nog regelmatig openingen, je moet er alleen wat meer voor doen, aldus pi4raz.nl. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.